Dag Jelle, welkom bij ZMO ploegvoorstelling. Hoe gaat het ermee? Hallo Simon, nou ja, goed. Hè. Rustig ritje gehad naar hier met iemand die langs me zat te slapen, dus altijd tof. Ja, rustige slapers. Ja, zo zei je wel, hè. En op tijd hier, en wat heb je allemaal gedaan vanavond? Ja, we hebben net de ploegvoorstelling gehad. We waren een beetje aan de late kant, maar we hebben toch nog alles kunnen meepakken. We hebben dan een fotoshoot gehad met redelijk veel foto's, redelijk veel flitsen. Het was tof, hè. Maar dan gaan we nu met echte vragen beginnen. Voilà, perfect. Oké. Oh, past op met een draad zo. Nu voor echt, hè. Oké, Jelle, 2014, wat was welke prestatie van uw eigen stak er voor u bovenuit? Als ik mocht kiezen, toch mijn 7e plaats op de wereldbeker in Alanya, denk ik. Ik had daar tamelijk goed gezwommen en vooral ook mijn loop was heel goed. En voor het eerst eigenlijk op elite niveau echt die toch wel goede prestatie gehad. En ja, daar was ik wel heel tevreden over. Ja, dat was een erg knappe race van u. In Kortrijk zag ik u de wissel uitstormen en dacht ik, die loopt hier naar de titel. Wat liep er fout? Ja, ik dacht het ook even dat ik ging winnen, maar toen kwam de man met de hamer toch een beetje. Ik denk wel weinig gedronken, beetje te weinig shellekes genomen en spijtig, maar ja, van de jaren is er weer een kans. Hè. Ja, Simon, je start je seizoen dit jaar al heel vroeg in Abu Dhabi. Wat zijn de ambities? Ik wil dit jaar iets vaker klant zijn op een top 20 in de series, dus ik hoop in Abu Dhabi eigenlijk direct een top 20 resultaat te kunnen doen. Natuurlijk eerste race toch een beetje afwachten, maar ja, top bezetting. Maar voor top 20 is de ambitie. En onze Franse ploeg, Partenay noemen ze Le Rabid. De naam nog eens waarmaken in het loopwedstrijd dit jaar. Ik hoop dit jaar terug vaker mijn snelle loopbenen te laten spreken en daar dan ook wel opnieuw goede grote resultaten mee te halen in het buitenland. Inderdaad, in Frankrijk heb ik de bijnaam Le Rabid gekregen van onze voorzitter en ja, ik hoop dat opnieuw waar te maken. En mogen ze die naam ook in België gebruiken? En wat moeten ze dan zeggen? Het konijn of de rabbit? Of? Ja, ik hoor dan liever het Franse of het Engelse variant. Konijn vind ik ja, minder klinken alleszins. Het konijntje klinkt toch niet slecht? Allee, jij mag konijntje zeggen, Jelle. Met welk resultaat zou je het komend seizoen met een goed gevoel afsluiten of tevreden zijn, als je wat kunt verwezenlijken? Ja, ik zou vooral die Olympic ranking goed willen scoren. Dan is er ja, niet echt één race, maar toch verschillende races waar ik een hoog niveau wil halen. Natuurlijk zijn de kampioenschappen nog altijd heel belangrijk. Het EK, het WK, maar dan ook het Belgisch kampioenschap. Uiteraard, voor mij ook Belgisch kampioenschap. Terug de titel bij SMO houden. Zien jullie het zitten van samen op de kamer te liggen richting Rio en in Rio zelf? Ja, we zijn wel gewoon om kamer te delen en dat zal in Rio ook wel lukken. Dus dat, samen op de kamer in Rio, dat klinkt heel goed. Heel goed. Samen op de kamer in Rio, daar tekenen we voor.